pillen. Heel de wereld denkt dat als je depressief bent, dat de oplossing pillen zijn. Je bent gek, man. Je komt niet op met lijpe dingen, man. Andere mensen zouden komen met stift en shit. Dit is serieus gewoon dope, man. Dus ik doe een pilletje om alles te vergeten. Dat is toch niet hoe ik verder wil met mijn leven. Het is tijd om het te changen. Hi. Welkom bij Hang In, waarmee we iedereen die door het coronavirus aan huis gekluisterd zit en zich stierlijk verveelt, van zijn luie kont af willen krijgen. In 10 weken bieden we hier online workshops van je favoriete BN'ers, die je ingeslapen hersencellen weer tot leven wekken, je verslapte body in shape brengen en je tot creatieve hoogtepunten leiden. De hangjongeren, ik bedoel natuurlijk Hang In jongeren, die de workshops gaan testen, is proefkonijn Nikki. Nu jij nog. Succes en hang in. Maakt de corona shit jouw hoofd ook moe? Homeschoolen, ouders, isolatiegedoe? No vissa's online, alles op je phone. Maar daar is Ronnie Flex, die leert het jou gewoon. Die shit in je hoofd zet je om in een rap. Het is je uitlaatklep. Vandaag gaat Nikki met Ronnie spitten. Weet zij de juiste toon te hitten? Wat voor muziek luister je? Ik heb wel een paar favoriete artiesten. Zeg maar 21 Pilots, NF. I bind her of something great. My lungs will fill and then deflate. They fill with fire, exhale desire. I know it's dire, my time today. I don't know what it's like to be addicted to pills, but I do know what it's like to be a witness to kills. Mama told me she loved me. I'm thinking this isn't real. I think of you when I get a whiff of that cigarette smell. Zeg maar dat soort mensen. Ik ken die, maar ik ben wel altijd benieuwd naar nieuwe dingen. En zeker als het van jou komt als zo'n jong persoon. Dan jij weet wat gaande is. Man. Dus, nou, echt niet. Waar heb ik ja tegen gezegd? Nee, soms moet je gewoon de uitdaging aangaan. Zo kan ik het niet gewoon even snel iets checken. Bijvoorbeeld... Deze is wel goed. I am on an island, no one to confide. It is straight, it hours each and not one line. No. Waarschijnlijk ken je wel een paar nummers van de hits. Ja. Maar deze kent iedereen. Als je deze niet kent, dan ben ik echt klaar. Gek, hè? Dat is echt klaar. Gewoon. Ik hoor eerst de beat en de beat zegt dan van oké, dit gaat over een meisje, dit gaat over een party, dit gaat over... zelf of weet ik veel wat. Dus ja, je moet een beat opzoeken. 21 Pilots, type beat. Let's go. En dan zou ik gewoon zo blijven klikken, gewoon totdat je de... Gewoon letterlijk zo'n type of beat, een artiest die je leuk vindt. Ja, precies. Maar en vaak dan, misschien is het dan niet die eerste artiest, maar dan staat er aan de zijkant bijvoorbeeld weer een andere artiest waar ik nooit van heb gehoord, die type of beat. Blijf je gewoon doorklikken en dan... NF type beat, 1 miljoen views, dit is hem. Ik vind het ook, zeg maar dan ze bij een type of beat zijn, vind ik ook heel goed. Oh ja, dit zijn deze beats. Ja, tot deze vind ik ook hard, man. Deze is nice. Ik voel deze minder. Ja, deze was niet zo lit, hè? Dit ziet er ook top uit. Ja. Oh, dit is een nice, hoor. Deze is hard. Ga je deze nou downloaden, ja? Ja, is goed. Gooi je er gewoon in het programma en dan ga je gewoon. Gooi ik in het programma en dan kan ik een beetje zo die microfoon een flowtje doen. Kan je denken van, oh ja, toch zo klinkt dat. Nee, maar hoe doe je dat dan zeg maar normaal? Want je kan niet zomaar alle muziek gebruiken. Nee, ik maak het zelf altijd. Ja. Dus, maar hoe doen ze van mensen net beginnen, hoe komen die aan dat soort dingen? Die denk dat de meeste mensen die gewoon opkomen, die geen producer in de buurt hebben of zo, doet gewoon zo vanaf internet. Hè? Maar is dat niet lastig met copyright? Ja, dat mag je niet op Spotify zetten volgens mij. Mijn broertje heeft een sikke hit op YouTube met een song op een beat. Ik kan niet timeren, je moet bouwen op jezelf. Mijn jongens begrijpen me, ik word gebeld, maar ik moet weigeren. Gesprek beëindigen, je hebt mijn nummer in je phone. Je moet me verwijderen, hey, want die bitas die je kan inderdaad wel problemen mee krijgen. Als je het gewoon doet, kunnen ze ook gewoon je clip offline halen en dat soort dingen. Ja, dat zou echt zonde zijn. Dat zou zonde zijn als je... Heb je wel zoiets meegemaakt dat mensen gewoon ineens jouw bepaalde lijns pakken? Nee, nog niet echt. Ik vind dat sowieso alleen maar leuk, man. Als iemand iets van me covert of zo, of iets nadoet, denk ik alleen maar van ja, toch. Geef me toch weer een beetje
shine of zo, als je dat doet. Laten we een paar kernwoorden, een paar dingetjes. Ja, toch? Op, ja, een soort van hersenspinseltje-achtig iets. Dus wat zou je willen vertellen? Wat is je verhaal? Ik weet niet. Soort van, ik denk gewoon misschien een beetje soort van mijn verleden. Ik heb niet echt een helemaal geweldig verleden gehad. Oké. Van een soort opgegroeid zonder de vaderfiguur. Mijn moeder heeft psychische problemen, alcoholproblemen, drugsproblemen. Oh. Je hebt veel om over te schrijven. Dan, ja, klopt. Je weet, dat is alleen een kwestie van beginnen. Ja, ik ben heel erg slecht in soort van het verwoorden of zo. Denk ja, als jij, ik jij begint, je gaat nu een nummer schrijven. Wat is het eerste wat in je opkomt? Nu? Als ik nu een nummer ga schrijven? Ja, wat komt het eerste op? Nu. Zomervakantie. Zomer gewoon lit. Zomer party, yo. Ja, maar het is corona. Ja, dat maakt niet uit. Het eerste wat in me opkwam. Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik snap dat als ik zo'n liedje wat jij zegt, bijvoorbeeld als je zulke diepe onderwerpen wilt aankaarten en zo begrijpen. Ik zou voor dat soort dingen zou ik wel een beetje mijn ruimte nodig hebben om het op te schrijven, denk ik. Ja, of zo. Ik zou dat niet kunnen opschrijven zeg maar, met zoveel camera mensen, zo op mijn gezicht. En dat moet ik over. Tenminste, maar dan ben ik. Dan ben ik, ja, toch? Dan ben ik. Nee, dat is ook wel. Ik weet hoe precies het in mijn hoofd zit, maar als ik het op papier. Het is echt een kwestie van doen gewoon en blijven doen ook gewoon. Als je door blijft gaan en elke dag blijft schrijven, dan ga je zien van oké. Op een gegeven moment bouw je een soort van database in je hoofd. Van bijvoorbeeld dat je een woord hoort en dan weet je al 5 woorden of 6 woorden die erop rijmen. Omdat je het al zo vaak hebt gedaan, snap je? En dan gaat het allemaal makkelijker. Dus aan het begin is het gewoon inderdaad eenmaal moeilijk. Maar wat wil jij later eigenlijk doen? Ik wil graag therapeut worden. Wat voor therapeut? Voor mensen met depressie, borderline, dat soort dingen. Lol. Hoe tof zou het zijn als je maar voor misschien 1 persoon een verschil kan maken. Ja, dat je dat wil doen. Zeker als je zelf zoveel hebt meegemaakt. Ik weet zelf hoe belangrijk het was om iemand te hebben die mij zeg maar klaar stond om mij te helpen. En zeg maar echt een soort van... Heb je één iemand gehad met wie je, of een therapeut of iemand met wie je gaat praten? Wel, 20. Verloop van tijd zegt ze van ja, we zijn nu klaar met jou, je bent beter. En dan volgende sta je weer 2 jaar op een wachtlijst. Dat is echt gek. Ja, dat is gek. Maar we hebben nu al heel wat gesproken, laten we maar zeggen. In bed liggen. Ik denk lange nachten. Lange nachten, dat is het man. Wakker blijven. Stikken. Want voet is juist soort van stik. Stikken, ja. Ja, je kan niet vrij ademen. Nice. Je bent gek, man. Je komt niet op met lijpe dingen, man. Andere mensen zouden komen met stiffe shit. Dit is serieus gewoon dope, man. Leegte. Als ik soort van depressie een soort van zou moeten omschrijven, zou ik zeggen, voelt alsof soort van alsof je in heel koud water zit en bijna verdrinkt. En net als je verdrinkt, krijg je weer lucht. Ja, en dan begint het weer opnieuw. Nee, dat is iets heel moois, man. Pillen. Want heel de wereld denkt dat als je depressief bent, dat de oplossing pillen zijn. Maar denk ik ook niet meer. Nog meer kernwoorden? Ja, nog eentje. Ik heb nog 1 lijntje openstaan. Daar heb je echt een hele hoop, man. En ook een goede ook, echt, man. Nu, als je met deze woorden al die woorden al een zin gaat bouwen. Oké, nog eentje. Nu is het een zinnetje maken met een van die woorden die we opgeschreven. Kijk, ik zie er al 2 die op elkaar rijmen. Dus daar zie ik al het begin. Lange nachten vastzitten in gedachten. Het voelt alsof ik bijna verdrinkend in de nachten. Maar zit ik in het vastzitten in gedachten. Zit never winning. Snap je? Zo gaat dat. Dus dan zou je denken van, wat zou je dan zeggen? Lange nachten. Te verdrinken in al je gedachten. Ja. Ik ga gewoon een klein stukje opnemen en dat doe ik een beetje voor hoe jij het gaat doen. Ja? Oh mijn god. Ik weet niet wat ik aan moet met die lange nachten. Voelt alsof ik langzaam verdrink in mijn gedachten. Voelt alsof ik langzaam verdrink in gedachten. Maar toch blijf ik lachen. Ondanks alle leegte probeer ik je nog steeds iets moois mee te geven. Om derde werden steeds dan het je geven. Never wanna stay with it.
Nee, zo doe ik het altijd een beetje. Dan mompel ik het een beetje en dan uiteindelijk ga je het gewoon invullen. Dit ben jij, hè? Want jij moet het uiteindelijk gaan doen. Ik doe het gewoon even een snelle voorbeeld. Ja, maar... Oh my God. Yo, hey. Ik weet niet wat ik... Yo. Ik weet niet wat ik aan moet met die lange nachten. Voelt alsof ik langzaam verdrink in mijn gedachten. Toch blijf ik lachen. Ik ga het liefde. Terwijl je stap, want ik kan het je geven. Ik ben gewoon in stil wat het... Dat is hoe ik het zou doen. Snap je? Ik kan niet meer doen dan hoe ik het, hoe ik het zou doen. Maar jij moet het uiteindelijk met jouw eigen stil, jouw eigen ik kan niet weg te gooien, man. Ik dacht, ik ga dit even schrijven. Maar, en dan kijk ik echt naar mijn handschrift en denk ik van, oh, wauw. Nee, joh, nee, maar je moet zien. Je vindt niet te schrammen, man. Yo. Brrr. Ik weet niet wat ik aan moet met die lange nachten. Voelt alsof ik langzaam verdrink in gedachten. Maar toch blijf ik lachen, ondanks alle leegte. Probeer ik je nog steeds iets moois mee te geven. Dit werd het steeds aan, dit werd het ijzer. Hey, yo. Ja, toch. Oh, sorry. Ja. Ja, want het was wel, ja, weet toch wel zo. Oké, voor nu ja, toch? Voor een beginnetje zo, om te checken, was wel aardig, ja, man. En, Ik moet het altijd weggooien. Heb je het wel gedaan? Nee, want zeg maar, ik voel me van te veel druk, zeg maar, met al die mensen erbij. Ja, dat klopt. Ja. Want jij, je moet je gewoon cool voelen uiteindelijk. Ik weet niet hoe het zit, maar dat het gewoon zonder camera's, dat wij gewoon buiten gaan, dat jullie gewoon met z'n tweeën misschien gewoon iets leuks maken. Dat ook niet is een... 1 hour later. Oké, daar gaan we. Die tekst erbij. Yo. Ik weet niet wat ik aan moet met die lange nachten. Voelt alsof ik langzaam verdrink in mijn gedachten. Maar toch blijf ik lachen, ondanks alle leegte. Probeer ik je alsnog iets moois mee te geven. Die stemmen in mijn hoofd, die laten me suffocaten. Dus ik doe een pilletje om alles te vergeten. Dat is toch niet hoe ik verder wil met mijn leven. Het is tijd om het te changen. Hi. Applaus voor jou, maar Nicky, ja, maar ik zeg je eerlijk, we hebben het gefixt, man. We hebben het gekild, om het in mijn woorden te zeggen, inderdaad. Met die lange nachten. Yo, Ronnie Flex hier. Heb jij ook een verhaal wat je graag wilt delen? Positief of negatief, maakt niet uit. Post je rap, post je zang, post je liedje met de hashtag hangin. Doe het nu. Dat is toch niet hoe ik verder wil met mijn leven. Twee bekende explosieve drumgroepen gaan de strijd aan om op de meest originele wijze de beste, hardste en ruigste beats te slaan. Om die frustraties van de lockdown even van je af te spelen. Lekker! 1, 2, 3...